ik ben kok van Kampenhout. En ik ben in de Rubrugstraat ben ik geboren. Welk nummer, kok? Nou, dat weet ik niet meer, maar het was het eerste stuk van de Krootwijkseweg tot het eerste stuk van het einde, zou ik maar zeggen. Bij het open stuk, aan de andere kant woonde de familie van Ude. Dat heb ik later dan ondervonden allemaal. Die zat allemaal bij mij op school. Nou, toen zijn we verhuisd naar de Plaretstraat. Dat was boven Overmans, nummer 55. Nou, onder ons woonde de bloemenkoopman. Dat was Toon Peperzak. En verder in de straat, Tinnis de Borselaar, die voetballer, die kende ook iedereen wel. En een tijdje heb Bert Verklaver ook schuin over ons gewoond. Nou, dat was natuurlijk een hele slechte tijd. En dan moest je wel al je eten komen natuurlijk ook. Hè. Dus we gingen overal spitten natuurlijk. Nou, we hebben zelfs suikerbieten gegeten, aardappelschillen. Maar ja, die vond ik zo'n vies, die aardappelschillen. Dat was vreselijk. En ik heb ook, moet wel een kat vangen. Ja, het was wel zielig, maar ja, toen die tijd, En had mijn moeder dan, of mijn vader dan een spijker boven in die deurpost geslagen. En dat deed ze dan een touwtje erom. Nou, dan liep ze met die kat. Liep ze dan naar de strikkie toe. En dan werd die kat opgehangen zo. Nou ja, dan had je toch weer wat te eten. Je vertelde, kok, dat er in de oorlog een ernstig ongeluk met je gebeurd is. Ja, ik was 7 jaar ongeveer. En toen stond er een wagen bij Kouwenhove, een vrachtwagen. Waar zat Kouwenhove? Kouwenhove, op de Krootwijkseweg. Schuin over de Plaretstraat. In de ene hoek had je Spijker zitten, ook een groenteboer. En de andere kant was Kouwenhove, was ook een groenteboer. Oké, en daar wilde je wat pikken. En toen werd ik op de wagen gekomen. Want we waren even naar binnen natuurlijk, die Duitsers en Kouwenhove. Toen ben ik op de wagen gesprongen en een paar aardappels gepakt. Maar ja, toen kwam die Duitsers naar buiten. Dus ik sprong eraf. Nou, toen werd ik overreden. Nou, en toen lag ik daar natuurlijk, had ik allemaal die verhalen gehoord. Had het bloed lopen aan mijn oren en weet ik veel. Nou, toen had ik een dubbele schedelbreuk, heb ik in Bergweg ziekenhuis gelegen. Hoe lang weet ik niet hoor. Maar in ieder geval, heel slecht was het er aan toe, want ik ben 2 keer helemaal weggegaan. Toen hebben ze de dominee erbij gehaald, de dag dat het einde was. Nou, en toen ben ik weer bovenop gekomen. Nou, en toen is er ook nog een bom in de tuin gevallen. Toen heb ik al de glas bovenop me gekregen. Ja, toen moest ik me daar onder de glas vandaan halen natuurlijk. En later op hebben ze allemaal onder die voeten, hebben ze geloof ik een merkje gezet of zo, of een nummer. Je hebt ook nog meegemaakt dat vliegtuig wat op de Krozakseweg was neergestort. Ja, en naderhand, dat was toen de vliegtuig daar op de Krozakseweg lag. Want we zaten overal natuurlijk, hè. We gingen overal spitten en doen. En die lag daar op het pleintje tegen zo'n dikke paal. En die piloot die lag op Schuttersveld, wat ik hoorde. En toen ging ik natuurlijk daar erin, heb ik kogels meegenomen en die hebben in de straat tussen de put opengemaakt natuurlijk, voor de kruid eruit te halen. Ja, en daar stakken we natuurlijk allemaal om en dat was de grootste gein natuurlijk. Hè. Ja, en we hadden natuurlijk, nog meer over die dingen. We gingen ook met straat tegen de straat, gingen met stabels, weet je wel, houten stabels gemaakt, gingen we met elkaar vechten en zo. En elke steen lagen we erboven te trappen met een touwtje eraan, weet je wel, trokken we naar onder. Dan belden we, ja mevrouw, uw man is dronken, weet je wel. En dat was toch belopend natuurlijk, hè. Nou, en nog meer van die dingen. Die gaantjes hadden we een schoenendoos. Hadden een pakje van gemaakt. En hadden we hondenpoep eronder gesmeerd. En dan gingen we op de Krootwijkseweg staan. Een beetje staan te vechten met elkaar, weet je wel. Kwamen die mensen eromheen. Dan zei meneer, houdt eens even de pakje vast. Weet je wel, ja, dan moest er wel gelopen natuurlijk, hè. Nou, de grootste gein allemaal, hè. Kok Kampenhout, je hebt ontzettend veel verhalen. Je zou nog uren door kunnen praten, hè. We zeggen lullen, hè. Ja. Maar hartstikke bedankt. Namens de Krooswijkers hebben we weer genoten van je verhalen, jongen. Ja, ja. Okay.